De titel van vandaag is Evolutie in vastgoedmanagement. Bedenk even wat nou de grootste evolutie, dan wel revolutie, in het vastgoedmanagement gaat zijn de komende 5 jaar. We zijn eigenlijk gegroeid van een organisatie van 35 man naar een club van 100 bedrijven met 2600 aangesloten leden. Waarvoor we de belangenbehartiging verzorgen, verschillende diensten hebben geleverd, maar ook eigenlijk wel echt het verschil hebben gemaakt. Ik denk dat er een samensmelting gaat plaatsvinden van bedrijfsmatige vastgoedmanagement en overheid. Oké, en de overheid gaat meer uitbesteden? Ja. Denk verregaande partnership. Met wie? Tussen partijen, tussen beleggers, vastgoedmanagers. Oké. Ik zeg altijd, ja, er zijn van zadelhoffen in dit land met meer verstand van vastgoed dan ik. Daarom heb ik iemand bereid gevonden die mij assisteert vandaag aan tafel als tafelheer. U kent hem, denk ik, Jaap Gillis. Heeft de crisis louterend gewerkt? Ik denk het wel, ja. Oh. Het woord efficiency viel al. Dus ik denk dat veel bedrijven toen op de kosten zijn gaan letten. Ook de eigenaren. En dat betekent gewoon dat je een andere manier van werken krijgt. Het gaat niet meer alleen maar om de technische vaardigheden en het goed onderhouden van het gebouw. Het gaat ook om wat wil die gebruiker die nou in dat gebouw zit. En wat kan ik als dienstverlener in dat gebouw, wat kan ik voor die gebruiker toevoegen. Naast het zorgen dat die omgeving waarin die zit prettig is en comfortabel is. En goed onderhouden en allerlei dat soort zaken. Nederland wordt geteisterd door een obesitas-epidemie. Dan kunt u zeggen, ja, we eten te veel. Nee, het is de tijdgeest. Je moet je in deze tijd leren beperken. Dat is moeilijk. Dat kunnen mensen niet meer. Zeker die nieuwe generatie die sinds 1980 is opgegroeid met alles moet kunnen. Waar zien we dan nog meer in terug? Nou, in dit natuurlijk. De dertigers en veertigers waarvan het huis onder water staat, dat had natuurlijk niet gehoeven, ondanks crisis. Waarom is dat gebeurd? Ook een soort obesitas. Alles moet kunnen, je moet alles hebben. Je hebt niet gespaard, maar je wilt wel een nieuw huis en een nieuwe keuken en op vakantie naar Vietnam. Dus 120% hypotheek als het kan, geen probleem. Ik denk dat je als vastgoedmanagement Nederland heel goed moet laten zien wat je doet en dat je heel goed in staat bent om op een hele efficiënte en transparante wijze vastgoedmanagement, dus vastgoedbeheer, uit te voeren. Wat ons helpt is natuurlijk de maatschappelijke druk op die organisaties, gemeenten, corporaties om efficiënter te gaan werken. Nou, die vraag hebben we ook gesteld van hoe zijn de verwachtingen om het vastgoedmanagement uit te besteden. Veel organisaties zijn op dit moment wel redelijk tevreden, willen soms ook houden zoals het op dit moment is. Maar toch 38% verwacht dat ze meer willen uitbesteden, zowel op hetzelfde niveau, dus property management, maar ook op een hoger niveau. Dus met andere woorden, ik denk dat u zich erop moet voorbereiden dat er een grotere markt gaat ontstaan. Die 8 miljoen vierkante meter die leeg staat, die komt niet alleen door het feit dat die markt terug is gelopen, maar dat komt ook door de andere manier van werken. Als je tegenwoordig bij Van der Valk binnenkomt, hebben ze een grote tafel waar allemaal computers kunnen staan. En als je daar eens een ochtendje vergadert, zie je alle mensen daar gewoon een ochtend werken. Ja, klopt. Waarom? Zonder dat ze klanten hebben. Nou ja, daar is het buitengewoon prettig. Daar krijgen ze aandacht, daar ontmoeten ze andere mensen. Ja, het is een beetje concurrent voor hem ook. Absoluut. Nou ja, het zou ook een voorportaal kunnen zijn om vervolgens die stap te maken om wel naar spaces te gaan. Maar die concepten wel diffuser, waar je vroeger een kantooromgeving had waar je werkte. Ja, het is net, absoluut. Je ziet de markt echt veranderen. En ik denk dat je dus juist vanuit vastgoedmanagement niet alleen vastgoed moet gaan beheren en managen, maar ook de wijk. En mijn boodschap is eigenlijk tamelijk eenvoudig. U heeft geen idee wat er op u afkomt. Als u dat wel zou hebben, zou u waarschijnlijk niet zo rustig slapen. Ook nu krijgen we een totaal andere samenleving. Decentraal, horizontaal, van onderop. De overheid wordt onderheid, de onderdanen worden overdanen. Die transitie die is volop gaande, alleen we benoemen hem heel truttig. Participatiesamenleving. Ook door de crisis zullen gemeentes vanzelf opnieuw naar hun taken gaan kijken en zullen dan tot de ontdekking komen dat echt professioneel vastgoedmanagement voor de gebouwen, kantoren, winkels, scholen, ziekenhuizen, schouwburgen, gemeentehuizen, noem maar op, dat dat veel beter bij professionele partijen kan worden gerealiseerd. Van de komende 5 jaar verwacht ik dat we ons meer gaan focussen op de belangenbehartiging. Dat kan natuurlijk alleen maar op basis van kennis, dus de tweede speerpunt zal zijn dat we ons de benchmark richten op data
Met de NVM samen zijn we over de huurwoningen heel veel data aan het verzamelen. Zodat je weet waar je het over hebt. En op die manier met de kennis van de leden een onderbouwde lobby kan gaan voeren. Allereerst, we zijn hier eigenlijk om iets feest te vieren. En ik weet niet, dit staat al heel lang op de website van Vastgoed Management Nederland. Hè, met een mooie taart. En je hebt jarig getrakteerd. En wat wij nu bedacht hebben, wat ik bedacht heb, wij trakteren jullie op een product. Op een nieuw product voor de vastgoedmanagement sector. En wel een benchmark tool. En die tool die ziet er zo uit. Ja. Wat veel interessanter is een voorspellende vraag. Dat is, ja. Hoe kan je leegstand voorspellen? Ik wil toch even een Jan Rotmansje doen. Ja, die data die zijn er misschien helemaal niet in die sector. Ja, dat is ook een probleem. Eén ding weet ik zeker, is dat die data er gaat komen. En dat je dan dit t-shirt laat zien, om je scherp te houden. Dat is namelijk rising sea level, pull out the whales.